Oh jongens, oh wat is dit? Nee, nee. Is dit dit is gewoon framboosslime. Wat? Het ziet er ook gewoon uit als jam. Dit is perfectie. Als je mij vraagt, Job, wat is perfectie? Dit is perfectie. Oh, dit is zo satisfying. Zeg maar, de kleur lijkt zo op jam. Ik krijg er gewoon trek door. Maar dat is niet de bedoeling, want slime hoor je niet te eten. De squishiness is perfect. Het is exact goed genoeg. Ik moet echt een lifehack ontdekken waardoor ik dit uit mijn beeldschermen kan pakken. Legit, I need it. Dat is het fijnste van allemaal. Nee. Oh nee, ik dacht dat ze het ging squashen. Wat is dit? Zo, hé. Wat? Dit is gewoon wat de Titanic had moeten doen met de ijsberg. De FC, dit is echt gewoon... perfect. Check het nog. Dit is echt perfect. Dit is gewoon echt precies zoals het moet. Als je mij vraagt, Job, hoe moet je het doen? Dit is hoe je het moet doen. Maar hoe heeft ze dat zo gekregen dan? Yo, wat? Het lijkt wel een soort van mixture van ijs en slime. Wat is dit? Nee, niet doen. Oeh. Oh, wat? Oh, dit is misschien nog wel beter, zeg maar, dan een harde bovenkant. Zeg maar, de bovenkant was heel fluffy. Maar toch kwam het er zo... Oh, nice, man. Alleen, wat ik me altijd afvraag... En ik ga het gewoon weer zeggen... Hoe? Wat was dat nou? Wat was dat nou weer? Waarom tik je dit? Ze deed ineens... Hoe maak je dit? Want check dit, check. Oh, zo perfect. En wat ligt er bovenop? Zijn dat een soort van mini-snoepjes of zo? Oh, jongens. Wat is dit? Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Zijn dat stickers? Ik denk dat dat stickers zijn. Meestal zijn dat ook de dingen die ze toevoegen aan slime. He, ze proberen er altijd additionals aan toe te voegen om het extra satisfying te maken. Oh, zoals hier bijvoorbeeld. Nee. Nee. Nee! Waarom stopt het daar? Zeg maar, het was ook echt... Als je hier een beetje een spannend sound effect aan zou toevoegen... Dat de spanning opbouwt... Dan is het helemaal perfect. Geniaal. Oh jongens, aan dit plaatje te zien van wat het ongeveer gaat zijn in de video... ben ik al satisfied. En dat is een goed teken. Oh, ik denk... En ik weet het niet... Wacht, we gaan het gewoon checken. Waarom zou ik speculeren als ik gewoon kan kijken? Let's go. Nee. Wat? Dit... Het leek wel alsof de slime aan het opstijgen was. Welkom bij Slime Airways. Het vliegtuig vertrekt binnen enkele minuten. Ook hier weer die perfecte opbouw van... Lichtelijk satisfying. Naar uiteindelijk, wanneer die er bijna af is, gewoon echt perfect. Het lijkt op een slijmvulkaan. Dat is gewoon de perfecte vergelijkenis. Daar gaan we weer. Oh nee. Zo! Wacht even, die glitters die zijn er overheen geëdit, right? Like, dat was echt veel te glittery om echt te kunnen zijn. Wat hebben we hier? Dit lijkt wel een soort van zand. Oh nee, is het weer... Ja, het is weer zover. Het lijkt wel een kwal. Het leek legit voor een aantal seconden op een kwal. Zo, wat een glitters, man. Oh nee, je hand is geabsorbeerd door de slime. Wat? Oh, deze is mooi. Ga het nou niet kapot maken. Oké, eigenlijk is dat toch wel een goede keuze geweest. Ik weet niet waarom, maar waarom is het zo leuk om... In plaats van dat we het gewoon aaien, moeten we het echt slaan. Drukken. Squishen. Rustig, jongen. Slime heeft ook gevoelens. Zo, wat is dit? Nee. Dit is echt 1,5 glitter. Dit is 99% glitter, 1% slime. Als dat het recept zou moeten zijn dan, hè? Maar kijk dat begin. Wanneer die hand eronder zit, lijkt het wel alsof ze een glitterhandschoen draagt, man. En ze heeft een soort van lichtgevende ijsblokjes erin of zo. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar het lijkt alsof de slime haar probeert te bijten of zo. Wat? Nu in het geel. Ik weet niet waarom, maar felle kleuren in slime is echt het beste. Of groen. Oh gosh. Dat ziet er echt uit als zo'n gelatine toetje. Hup. Holland. Hup. Oh nee, jongens. Oh nee. Zo, wat? Ik had eigenlijk een soort van fel oranje slime verwacht. Maar dit is ook wel mooi. Vooral omdat het dan zeg maar mixt met dat bovenste laagje wat ze kapot heeft gedrukt. Kijk dan. Uiteindelijk wordt het toch een soort van oranje. Gewoon puur omdat het zoveel gemixt wordt. Hoor dat gekraak.
Ah! Zo, kijk die kleur! Waarom zo kort? Die kleur leek letterlijk op... tandpasta. Ja, nou ja, is ook goed voor een frisse adem. Zo perfect dit, hè. Zo perfect. En op een of andere manier is het veel minder perfect als ze het dan vastpakt. Maar toch leuker om naar te kijken of zo. I don't know. Wat is dit? Zo, wat? Is kiwi slime. Dat is voor de mensen die zeggen dat vitamine belangrijk zijn. Kiwi slime. Oh gosh, guys. Er bestaat letterlijk, denk ik, geen slijmvorm die nog niet eerder is gemaakt. Ik denk echt legit dat wij als mensen zijnde alles al een keer hebben gemaakt, opgezocht, gezien, wat dan ook. Oh, zo nice. Dit is altijd één van mijn favoriete soorten. Want dit is namelijk die slime die merendeels bestaat uit iets van kleine gummies of kleine stukjes plastic. En dat creëert dan... de ultieme crunch. Geen crunch als... nee, maar echt. Hou je vast, jongens. Want dit gaat een gekraak worden. Zo. Wat is het? Ik weet niet wat het was. Maar dit lijkt niet op slime van deze planeet. Die crunch is... zo perfect. Oh nee. Doe het niet. Doe het niet. Nee! Wacht even. Oké, wacht. Dit moet ik voor een tweede keer zien. Ze probeert het te knippen. En dat lukt dan uiteindelijk. En dan ineens... dit is wat er gebeurt met mijn shirt als ik naar een all-you-can-eat restaurant ga. Ik snap het al. Dat velletje, de huid van de slime, van de stressbal, is natuurlijk heel klein, maar heel strak getrokken. Dus wanneer je dat knipt vanuit die stressbal, dan verdwijnt dat zo goed als. Al dat paarse wat jullie zien is zeg maar het plastic. En wanneer je dan knipt, dan heb je alleen maar slime. Oh, jongens. Oh, dit gaat zoveel gekraak opleveren. Wat is dit? Dit lijkt echt op een of andere rare salade die je in een fastfoodrestaurant kunt halen. Oh, wat raar dit. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dit soort geluiden opzoeken wanneer ze een soort van tot rust willen komen. Want het is wel echt heel fijn om naar te luisteren. Ik weet niet wat ik fijner vind. Ik denk dat als je het alleen zou horen, dat het niet zo chill is als dat je het ziet. En hoort tegelijk. Dit blokje is echt te perfect. Oh nee. Oh nee. Wat doe je met meneer Blokje? Waarvan is dit dan? Zeg maar, het feit dat ze er zoveel plasticjes en stukjes piepschuim doorheen gooien, dat zorgt ervoor dat je bijna de slime niet meer kunt zien. Totdat ze het dan stretchen. Want dan zie je al die lijntjes met slime ertussen zitten. Eigenlijk moeten we ooit, net zoals zeg maar van die talentenshows op televisie, moeten we een talentenjacht openen naar de beste slime crunch. Oké, ze gooit een soort van hartjes eroverheen. Dit zijn drie reepjes met klei trouwens. En dit is van dat onzichtbare slime. Of onzichtbaar, transparant. Hè? Als het onzichtbaar was, zag je het helemaal niet meer. Ah, dit is sowieso de beste. Ik denk dat dit de winnaar is van mijn talentenjacht. Zo, je kunt ook echt alles combineren met slime. Wiskunde met slime? Dat weet ik niet. Ik weet niet of jullie dit kennen. Maar als ik dan ooit op Instagram zit, zijn dit wel de filmpjes die ik soms kijk. Namelijk verf? Wat ze mixen? Ja, oké, het klinkt heel raar. Maar het is satisfying. En meestal komen er dan echt hele mooie kleuren uit. Dat is bizar. Yo, wat? Oh gosh! Het is alsof ze de ruimte fijn knijpt gewoon. Ik weet niet of dat iets goeds is, maar het is wel mooi. Yo! Ligt het aan mij of lijkt het gewoon bijna op kikkerdrill? Wat is dit? Komt dit uit een recept? Of alien? Het is wel satisfying. Alleen de kleur is zo... dark. Ze heeft er ook echt heel veel van gemaakt. Dit is niet gewoon een hoopje, dit is een hele bak vol gewoon. Ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk nooit echt heb bekeken. En misschien ook niet echt heb begrepen. Maar schijnbaar past in het rijtje van foam en slime, squashen, mixen, noem het allemaal maar op. Ook het snijden van zeep thuis. Dus we gaan het even checken. First impression. Vind ik het satisfying? We gaan erachter komen. Let's go. Nee! Waarom? Lichaam. Ik krijg bijna kippenvel.
Dit is zo nice. Dit is zo nice. Maar waarom? Maar waarom? Why do I like this? Het heeft geen eens met Robux te maken. Waarom vind ik het fijn? Het is gewoon zeg maar... Ik vind het niet per se fijn als ze gewoon sop gaan snijden. Maar wanneer het dan verandert in allemaal kleine vierkantjes... Super chill. De laatste jongens. Oh ja hoor. Oh ja hoor. Waarom Job? Waarom is dit? Waarom kijk ik dit? Ik weet het niet. Oh, waarom is de zeem niet langer? Ik wil meer zien. Laat... in de comments weten wat jij het meest satisfying vond. Het natte foam, wat dan zo uitgeknepen wordt met allemaal glitter. De slime, stretchen. Of het sop, kapot maken. Laat het in de comments weten. Bedankt voor het kijken. En ik ga proberen mijn eigen slime te maken. Voordat je dat begint, ruim eerst de slimezooi van de vorige keer maar even op. Oh ja, adios.